Goedenavond vanaf Sportpark Midhuizen. Vandaag de datum 15 september, de wedstrijd VV Midhuizen Roodzwart Buffalo voor het bekertoernooi. U krijgt van mij de opstelling. We beginnen met power op de goal. Juninho links achterin. In centraal verdedigend Hugo, Jordan en aan de rechterkant Arnoud. Daarvoor speelt Jorginho. Aan de linkerkant Najim. Op het middenveld Eddie en Michel. En voorin Riley en Kevin. Midhuizen dat nog ongeslagen is hier op het bekertoernooi. Heeft een 5-1 overwinning geboekt op Stedum. En vorige week 1-1 op eigen veld tegen ZDC Zandeweer. Midhuizen heeft vandaag genoeg aan een gelijkspel om door te gaan naar de volgende ronde. We gaan zien wat Midhuizen vandaag kan doen. Hier de eerste kans van de wedstrijd voor Roodzwart Buffalo. Voorgelegd, in één keer geschoten en zo'n anderhalf meter naast de goal van Midhuizen. Verder ingooid door Arnoud. Wordt verlengd. Net voor de goal langs van Roodzwart Buffalo. Dat is een pisballetje terug van Midhuizen. Hier de eerste grote kans voor Roodzwart Buffalo. En knap gered door Paul Kok. Gelegenheid keeper voor Midhuizen. Want Midhuizen kampt met een keepersprobleem. Maar de normale spits Paul Kok kan ook een aardig knap staaltje keepen. Hier een lange bal van Midhuizen. Niet goed teruggespeeld. Oh, dat gaat nog maar net goed voor Roodzwart Buffalo. En dan was het bijna 1-0 voor VV Midhuizen. Dus Midhuizen er weer uit. Riley kan de bal overnemen. Geschoten. En dat speelt nog helemaal niet zoveel. Of de bal vliegt boven in de kruising. In de goal. Goeie kans. Weer een lange bal naar voren van Midhuizen. Dit keer niet goed verdedigd door Roodzwart Buffalo. Toch wel. Midhuizen met een klein beetje druk. Dan is de bal alsnog voor Midhuizen. Laag gelegd. Uit de kluts. Nog een keer geschoten. En dan een penalty. De scheidsrechter Henk Korte legt de bal op de stip. Het was niet goed te zien. Naar mijn idee. Maar de bal komt tegen de hand. Captain Eddie Silva gaat achter de bal staan. Om deze penalty binnen te schieten. Gaat hij raak? Scheidsrechter heeft gefloten. En heel goed in de geschoten in de linkerhoek. Midhuizen leidt met 1-0. De twijfel kan er zijn dat die bal op de hand kwam van Roodzwart Buffalo. Maar Henk Korte denkt daar heel resoluut in. En legt de bal op de stip voor Midhuizen. Dus Midhuizen leidt met 1-0. Direct weer goed druk zetten van Midhuizen. Goed uitverdedigd door Roodzwart Buffalo. Vrije trap Midhuizen. Voorgelegd en knap geschoten door Tom. Maar mist de precisie om een doelpunt voor te maken. Vrije trap voor Midhuizen. Zo. Die wordt wel heel hoog overgeschoten. Als ze vanavond bij de nachtdienst van Axel Nobel nog een bal vinden, dan kunnen ze hem weer teruggeven naar Midhuizen. Nog even oefenen. Hier is Roodzwart Buffalo er weer uit. Maar sterk verdedigd door Hugo. Goed, goede schouderduw. Zo heeft Roodzwart Buffalo nog niet echt veel gevaar gebracht voor de goal van Midhuizen. Misschien hier. Goed uitverdedigd door Midhuizen. En dan is het rust en we gaan weer verder met de tweede helft van deze wedstrijd. Midhuizen leidt nog steeds met 1-0.
Kijken of Wrocław Buffalo nog terug kan komen in deze wedstrijd. Wil Wrocław Buffalo door naar de volgende ronde van de beker, dan moet het hier met 2-1 of minstens winnen van Meedhuizen. Komt hier dan de eerste kans voor de tweede helft voor Wrocław Buffalo. Dus goed eruit. Geschoten, maar voor de goal langs van Paul Kok. Dat is een goede bal van achteruit gespeeld. Oh, wat een vervelende botsing met de keeper van Wrocław Buffalo en Ton. Maar hij kan tot nu toe nog verder. Vrije trap voor Wrocław Buffalo. Wordt erin gegooid. Landt achter de verdediging van Meedhuizen. En dan is er geschoten op de lat en dan is de bal nog niet weg. De kans is weg. Meedhuizen ruimt op. Wrocław Buffalo bouwt weer aan een nieuwe aanval. Gooit de bal er weer in. Maar dat is... En dan zijn ze er langs. Voorgelegd. Maar geen moeite voor Paul Kok om de bal op te rapen. Zo was er een beetje gevaar voor Wrocław Buffalo voor de aansluitingstreffer. Vrije trap voor Meedhuizen. Gekopt en ruim naast de goal van Wrocław Buffalo. We gaan door met de vrije trappen voor vandaag. Wrocław Buffalo legt aan en ruim over de goal van Meedhuizen. Zo over en weer worden er veel tackles gemaakt, dus ook veel vrije trappen. Hier weer een vrije trap voor Wrocław Buffalo, weggebokst door Paul Kok. Is de kans nog niet voorbij? Meedhuizen eruit. Nee. Ingooi voor Wrocław Buffalo. Weer een vrije trap. Weer erin gegooid en knap gepakt door de keeper van Meedhuizen. Klem vast zelfs. Hele goede redding. Na het einde van de wedstrijd staat het nog steeds 1-0 voor Meedhuizen. Weer een vrije trap voor Wrocław Buffalo. Er mag nog wel opgeoefend worden op de trainingen. En weer gaat hij ruim over de goal van Meedhuizen. Nadat we nu echt helemaal het einde van de wedstrijd. Misschien nog een kans voor Meedhuizen. Teruggespeeld. Nog een aanval misschien. En dan vindt scheidsrechter Henk Korten genoeg. Meedhuizen wint met 1-0 op eigen veld van Wrocław Buffalo. En bekert verder in het bekertoernooi. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze video. Een duimpje wordt gewaardeerd. En we zien u de volgende keer.